Yo kijkers, en super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vergeet toch nog gelijk niet te abonneren. Vandaag in deze video moet ik even de batterij even opladen van mijn camera, die is bijna leeg. Ja, dus als het leeg is ga ik verder met mijn telefoon. Ja, ik ga even deze vertellen wat ik vandaag gedaan heb bij Novalis. Ik heb twee delen gedaan, ja, spel van Kim en bewering van Annemarie. Ja. Ik denk dat ik toch even overschakel naar de telefoon, want dan kan ik dit gelijk eventjes opladen. Dus, tot zo. Ja, daar ben ik weer. Ik ga zo daar even aan de lader zetten, de camera. Heerlijk geluid heeft dit. Elke camera heeft een hele goede geluid van... Het is echt een hele lekkere geluid. Maar ja... Ja, ik ga ook nog eens vertellen wat ik nog meer heb gedaan de afgelopen weken. Ja, ik ga iets leuks laten zien. Ik ga even erbij, ja, als ik even erbij, ja. Kijk eens, ik heb dit gemaakt. De viool van de spookslot / Dans Macabre. Hij is nog niet helemaal klaar. Want ik moet nog, ik heb een beetje papier-mâché even op laten zetten. En even groen laten maken. Als je afvraagt waarom groen. Bij de spookslot van de Efteling zelf. Dat doen ze allemaal met ietsje anders. Glow in the dark. Ja, maar ik ga in een groen laten maken. Want de groene spookslot. Groene spookslot. De groene viool hoort daarbij. Maar gelukkig komt de viool terug in Dans Macabre. Niet helemaal eigenlijk. Ze gaan de viool even goed laten kopiëren. Doordat gaan ze door de beamers in de attracties erin laten zetten. Dat we toch de viool hebben. Want de echte viool, ja, gewoon, waar je gewoon vast kan houden. Dat willen ze gewoon heel laten. En die komt in de museum van de Efteling. Ja, dat komt heel goed uit over de Efteling. Maar dat komt heel goed uit over de Efteling. Want, nou komt het, dit vrijdag ga ik naar de Efteling. Dan ga ik even toffe beelden even maken voor de journaal. Ja, nou, was heel erg leuk. Ik doe het allemaal via mijn telefoon, want met de camera, ja, hij past wel in mijn tas, want dan wordt de tas ook een beetje wat bollig daarvan. Dus doe ik allemaal met mijn telefoon. Ik zou eigenlijk op die dag... Even een klein beetje vrij zijn van mijn YouTube. Maar er komen wel wat beelden. Voor de Efteling Journaal en natuurlijk Dans Macabre Journaal. Nou, ik ga deze video weer afronden. Vond je weer een leuke video. Morgen ben ik weer met de YouTube fit. Het is maar één ding te zeggen. En het is later.